De voetballers van SV Urk speelden vanmiddag het laatste oefenduel in de voorbereiding tegen Rijnsburgse Boys. Een sterke tegenstander die uitkomt op het hoogste amateurniveau in de tweede divisie. Met hier het eerste wapenfeit van Urk via aanvoerder Riekelt Jan Brans. De Urkers debuteren volgende week in de derde divisie. En deze wedstrijd liet de ploeg zien dat er op dat hogere niveau meer gevraagd wordt van de spelers. Dit lopje kwam van de voet van Bram de Bruin. De hoekschop van Rijnsburgse Boys kort genomen. En is de organisatie bij Urk helemaal zoek. Want het is makkelijk inschieten door Jordi Hilterman. Hij opent de score in de 17e minuut. Kort daarna de voorzet van Lucas Graal. En dan is Johannes Schrijver heel dicht bij de gelijkmaker. In de 27e minuut opnieuw een spelhervatting van Rijnsburgse Boys. En opnieuw is het raak. Dit keer is het Jeroen Spruit die de gasten eenvoudig op een 2-0 voorsprong zet. En dit leidt tot grote irritatie bij Richard Strijker. 10 minuten later opnieuw een korte corner. Opnieuw is de organisatie zoek. En opnieuw kan Rijnsburgse Boys het eenvoudig uitspelen. Met zijn tweede treffer van de middag zet Jordi Hilterman zijn ploeg op een 3-0 voorsprong. En dat zou ook de ruststand betekenen. Na de pauze gaat het niet veel beter met Urk. Jan Ras, de ex-prof van Heerenveen, gaat hier pijnlijk in de fout. En zo staat het na 55 minuten al 4-0 voor de gasten uit Rijnsburg. Kort daarna opnieuw een hoekschop. Oppassen geblazen zou je zeggen. Maar opnieuw kunnen de gasten uiterst eenvoudig verder uitlopen. Hilterman met zijn hattrick zet zijn ploeg op een 5-0 voorsprong. En dat is natuurlijk om gek van te worden voor doelman Strijker. Lukte Urk dan helemaal niets? Nou, dat was zeker niet het geval. Met een goede voorzet vanaf de rechterkant. En het prima doelpunt van Andreas Gnodde. In de tweede helft in de ploeg gekomen. Hij redt de spreekwoordelijke eer. 5-1. Maar een minuut later heeft Rijnsburgse Boys het antwoord alweer klaar. Want het is Virgil Selderust die zomaar mag doorlopen. Hij prikt de bal keurig tegen de binnenkant van de paal. Het is zijn tweede treffer van de middag. 6-1. Dan richten de Urkers zich nog één keer op. Lucas Tol. In de tweede helft in de ploeg gekomen op Riekelt Jan Brans. En dan is Andreas Gnodde dichtbij zijn tweede treffer. Maar hij raakt slechts het zijnet. Het eindschot is van de tweede divisionist. Strijker kan in eerste instantie nog redden. Maar in tweede instantie niet. Delano Asante bepaalt de eindstand op 7-1. Urk beleeft een slechte generale. Ze hebben nog een week om zich voor te bereiden op het eerste competitieduel in de derde divisie. Volgende week zaterdag tegen Sparta Nijkerk.